Doper! Als het zo
De muziek is van Peter, de tekst is van Sietse en mij. Het nummer heet Zon in mijn hart. Friends start, the door going open.
van lijn. Zou ik dan de mensen laten zoeken, echt zoals ze zijn? Weet ik soms rennen dan toch misschien water bij de wijn? Wat is het te spelen als de kleine man de keert? Ben je nog zo verder, de wonder en de meer? Zou ik aan het beste laten zien, het beste dat ik had? Stierf ik net als Mozart dan misschien, eenzaam in de stad? Zou ik kunnen vechten zoals zij, zou ik kunnen gaan? Zou ik voor dezelfde dingen staan? Kom ik maar vrij. Rijd om de eeuwigheid. Weet je wie ik was geweest, van wie ik ooit bestaan? Wat als ik zou leven en er 3010 zou zijn? Wat als ik zou zweven en de aarde was te klein? Zou ik dan nog weten van Beatles en Stones? Zou ik ze nog horen dan, of was het een gewoon? En dan schilderij van Mondriaan, gemaakt bij voor een maan. Zou dan nog het anders zijn doorstaan? Kon ik maar verdwijnen in de tijd, reizen door de weet je wie ik was geweest, van wie ik worden zou? Kom ik maar verdwijnen in de tijd, reizen door de eeuwigheid. Weet je wie ik was geweest, van worden zou? Het heet Spel zonder grenzen. Oh, dit is natuurlijk al akoestisch. Hij heeft zoveel te geven. Ligt er hier soms zijn kans? Eindelijk iets om voor te leven. Waarom springt hij de dans? De dans van wikken en wegen. Het spel van woord en debat. Verhaal van zon en van regen. Blijft het droog, wordt het nat. Maar het spel zou een spel zonder grenzen moeten zijn. Zonder mes op de tafel gespeeld. En een land zou een land
voor alle mensen moeten zijn. Met de kansen die stedelijk verder. Eén lied, twee verhalen. Eén kan dezelfde schuit. Bang opnieuw te moeten dwalen. Na een negatief besluit. Zal hij ooit kunnen vinden wat zijn land hem ontnam? Als een kind zich nog binden, zeg hem dat het nog kan. Want het spel zou een spel zonder grenzen moeten zijn, zonder mes op de tafel gespeeld. En een land zou een land voor alle mensen moeten zijn, met de kansen liefst eerlijk verdeeld. En het spel zou een spel zonder grenzen moeten zijn, zonder mes op de tafel gespeeld. En het land zou een land voor alle mensen moeten zijn, met de kansen liefst eerlijk verdeeld. Hij heeft zoveel te geven, maar wie geeft hem zijn kans? Op die dame weer op de neus. Tijdens van het licht. Ik moet me rug weghalen. Ik ga mezelf in sparen. Want de rode dieren, die liggen. Dit is wat ik hoor. Hotel, ja. Ja. De aandacht wordt verlegd, niet echt. Het gevoel zet je niet weg. Ik pak de krant en lees de kop. Ik leg hem zelfs aan. Maar het is niet meer te stoppen. Ik hoor een zachte stem in mij. Thank you.
Twee nummers, jongens. Er staan in totaal 14 op. Dit is Nooit Genoeg. Nooit Genoeg? Kom maar. Ze heeft van mij getuigd. Ze heeft de druk met posters plakken tegen die roulette. Wie had dat ooit gedacht? Dat er een dag zou komen dat ik ook vegetarisch eet. En ik verbaas me elke keer hoezeer ik ben veranderd. Naar de bestaan, pas op de zon als we zijn. Ja,
Uitgereikt, want dan wordt dat allemaal gehandeld door een platenmaatschappij en een heel team en die doen het allemaal en wij nemen ze wat op en uiteindelijk komt er een cd'tje en denk ik, oh, een mooi cd'tje denken we dan. Maar dit keer hebben we een beetje alles zelf gedaan, alleen de promotie en marketing hebben we hulp bij gehad van Mirjam de Raaf, Marco Witkamp, Mark de Bruin, Frankie Kits, Amertje de Lange en Tieneke, ik weet haar achternaam even niet, ze is een stage lopen bij ons. Een schat van mij, ga ik nog één vraag hoe ze heet. Ja. Maar dit hebben ze eigenlijk zelf gedaan, met z'n vijven. Van 8 maanden geleden zijn we begonnen met deze plaat. En keihard voor gewerkt, vooral de man achter de drums, de man die de productie heeft gedaan in onze eigen studio. Maak een groot applaus voor Nico Oudheid. Nico, kom even voor. Hey, even wachten. Hij heeft een fantastische plaat afgeleverd samen met Sietse, Kees en Peter en ik. Hallo! Oh, dan moet ik staan. Fantastisch, nou, dat zijn ze al. Jawel. Ik wil even beginnen. Sietse wordt even deze pakken lezen achter. Met deze man, want deze man die hier staat. Die was jarenlang was die de muziek samensteller van eigenlijk alles wat er in Hilversum was, Hilversum 1. Dit is Herman van der Velde. En deze man draaide en naaide al voordat wij het hier speelden in het Abelense Stadion. Herman, hartstikke bedankt. Een echte doorzetter. En wij reiken de cd's uit aan mensen, echte doorzetters. Echte doorzetters. Echt mensen met een Fries hart en een man met een Fries hart staat hier ook aan de kant. Een ongelofelijke doorzetter, doordouwer, de winnaar van LST Dag van 1997 en een grote vriend van mij. Hey, Adrien! En is het wachten nog even op die twee fantastische mensen uit Langweer, Riemer en Annie. Misschien zitten ze al achter de borrel, ik weet het niet. Oh, daar komen ze al. Ja, fantastisch. Applaus voor Annie en Riemer. Als je nou een welkom thuis hebt, dat gevoel hebben we bij deze mensen. Zit ze? Jouw man Annie. Riemer. En nogmaals bedankt voor New Decision Sound, Niel, dat we hier spelen mochten. Dat had hij verregeld. En dit keer had hij eigenlijk echt geregeld, want ik zei ze niet meer. Riemen we wel eigenlijk weer in het Abelense Stadion spelen. Oh, ik zeg wel even bij de kreeg beleven ze niet meer. Fantastisch ding. Dankzij deze geweldige club. En je werd ook altijd een prille strijdlever hier achter op het veld, wat ontzettend van strijd voert. En we gaan natuurlijk weer helemaal naar de top met deze club. Applaus voor deze Heerenveen nogmaals. Kom op. De voorzitter van de Vereniging Friese Elfsteden. Nou, die bestonden vorig jaar 100 jaar en de kast staat nou over 80 jaar hier ook nog. Hier wil ik voor jou de laatste. Nog een applaus voor deze geweldige mensen uit Friese Elfsteden. Bedankt jongens. Hoi. Wij gaan even pauzeren en in de pauze kunnen de mensen die al een cd hebben besteld via dutchmusic.com kunnen met hun voucher, heet zo'n ding, naar boven gaan en aan de overkant van de merchandise stand, daar kun je de cd als een jongste fan. Yeah!
Dat wist ik, fantastisch jongen, gefeliciteerd. Ga binnen aan je vader. Oké! Okay. Oh. Nou zo'n knijtertje hey. Die we hebben gehad. Fantastische avond. Voorzichtig naar huis rijden straks en graag tot de volgende keer. Bedankt dat jullie erbij waren bij. Welkom thuis. We hebben ons nog nooit zo welkom gevoeld als hier vanavond in dit stadion. Precies, hoi! Dus breng je handen nog één keer omhoog. En dit gaat over jullie, hè? Oh my god! Want je bent daar!